Drie... welke band? De Latjestovel. Dames en heren, welkom bij onze podcast De Latjestovel. Iedere uitzending staat één Groninger muzikant centraal die zingt in het Gronings dialect. We gaan in gesprek over één liedje die door de muzikant is uitgekozen. Wat zijn de achtergronden van dit liedje en van de muzikant natuurlijk? Wij zijn Jan-Peter Smit en Anne-Jan van Apelo van de Groninger band Driefzand. Dus schuif lekker aan de Latjestovel en wij zijn heel benieuwd wat er gaat komen. Hallo bijzonder, verdorg aan de stamtovel, aan onze eigen Latjestovel, zonder gast. Zo. Ja, zomaar even. Maar wel alle twee bijzondere manlu, hè, aan de Latjestovel. Ja, bijzonder zeker. Ja, ja. Dat, want zo ben je zo langzamerhand wel een beetje. Maar ik moet zeggen, het valt wel een beetje gek. Want ja, om jezelf nou zo centraal te stellen in zo'n laatste overlevering van die Latjestovel, ja, dat is een beetje vreemd. Maar het mag gezegd worden, Driefzand, het hoort er gewoon bij. En ja, wel is dat dan. Nou, dat is dit illustere duo. En we hebben al jarenlang samengespeeld in andere coverbands met het prachtige naam Brandend Zand. Nou ja, een normaal verloopproef. Zand, ja. Brandend Zand van Anneke Greunlo, hè? Die, hè? Jazeker. Nou, een logisch gevolg is dat je, als je door met stoppen, dat het toch weer wat een beetje zanderig blijft. En dat werd Driefzand. Een beetje snel bedacht. Want in mei 2020, toen ben we met z'n beiden weer verder gewoon. En vanuit de studio, want we zaten midden in de lockdowns. En elke microfoon toes voor de snuffer en door geen keer. doe met de muziek in de gang. En ik werd tekstjes schreven met bleren. En, nou, toen hebben we, ik bleef lekker toeschreven, mijn strooslijntje voor Erwin op Noord van RTV Noord. En verdorie, ze ging nog draaien ook. Ja, dat was toch wel hem. Dus Steve, de bibbers in de moog, een interviewtje met Edwin. En, ja, verdorie, wat wil. Mensen gingen er nog luisteren, de mensen gingen er nog kijken. En toen heb ik gezegd, ja, dit is veel te mooi om te doen. Dus wie stapt eruit met wie gewoon allemaal zo'n lijntje met clip maken. En dat hebben we jarenlang gedaan. Ben wij nog maar uit van, hè? het was eigenlijk geen werk. Ik was er bijna niet de hele dag mee bezig. Gelukkig had ook steendrok met andere dingen. Ik had hartstikke drok, ja. Ja, wat zien. Wat betreft die lockdown. Ja, nou ja, die lockdown. Ja, mooi doen we terug naar live en live. Nou, dat denk ik niet. Nee. Maar goed, we hebben ons bestonden wel aan te danken. Nou ben we roem draaien of verder. En ook roem 20 liedjes. Zo'n 23, 25 liedjes hebben we ook kloor. Zijn we ook drie jaar wijzer geworden? Of? Nou, ik in ieder geval wel drie uur griezer. Maar of ik nou echt wiezer word, ben ik kijk nou nooit zeker. je wordt wel wat rustiger, hè, in de loop der jaren. Maar, ach ja. Toma. Nou ja, goed. Maar in elk geval, in die drie jaar hebben we dus nogal wat latjes mocht. En die stonden op Spotify en YouTube. En er wordt flink nog gekeken. Dat vinden we nog steeds hartstikke mooi natuurlijk. Dat verborst ons ook altijd. Nou, hoe kan dat nou dat mensen doen nog kijken? Nou ja, dat publiek vindt ze het leuk. En we stonden ook met twee nummers in de Grunnige Doezens. Dat is natuurlijk ook altijd maar weer een hetze. Zo van, nou, stonden we drie, dan stonden we er nooit in en hou hoog. Nou, ja, ik slaap die hele kerstvakantie niet, weet je dat? Nee, dat is zo, hè. Ja, we zitten, dat maakt de lusteroos ook wel wat. We zitten met z'n beiden in marathonsessies op de luster, de alle dag deur. Ja. En als toen we boodschappen nou moest, dan bel me en dan zegt, nou, moest toen hem overnemen. En, ja, zeker als we dan dat eind naren, hè. Want staat Ede op één of staan wij op één? Maar... Dat blijft altijd weer spannend. Ja, dat blijft spannend. Je wordt er nooit, hè? Nee. Nou, laat Eden mijn moeder op mijn stoel. Ik vind van geld ook. Hey, maar vandoor dus, je hebt dat maar leuk, Lusteroos. De mannen van Driefzand, zoals ze voor mij worden. Die stond centraal in de eigen podcast. Blijf vreemd. Ja, maar mooi vooral, maar wel ben nou die manlu van Driefzand. Dus Anne-Jan, daar komt mij vroeg dat ik aan al die andere mensen net begon stellen. Stel, doe die zelf ook even voor? Ja, poei. Nou, Anne-Jan... olle kerel, 62 bijna. Dat je net zo zegt, Durm. Hard op ook, hè, voor de radio. Oh nee, voor de podcast. Ja, nee, ja, god, wie is Anne-Jan? Ergens in de begin jaren 80. Toen ik ben geboren in Elburg. Dat ligt op de Veluwe, op de Babelbelt. En nou, ontzettend mooi stadje, maar... Als je 20 bent, dan ben je daar wel weg op de een of andere manier. Dus ik heb mijn stad uitgezocht.
Dat werd dan of Amsterdam of Groningen. En nou, mijn oudste zus woonde in Groningen, dus dat werd al snel Groningen. Het is een mooie stad. Achteraf ook wel blij dat ik niet in Amsterdam ben gaan wonen. En ja, toen had ik een stad en toen moest er nog een studie bij. En ja, god, wat moet je dan gaan studeren? Dus heb ik mijn bijpassende studie uitgezocht, lerarenopleiding. Vanaf dag één gezegd van, nou, ik ga van alles doen later als ik groot ben, maar ik ga niet voor de klas. Dus 5 jaar later stond ik voor de klas. Met veel plezier overigens. En dat doe ik nog steeds. En ja, ik ben die afgelopen 40 jaar ben ik natuurlijk een halve Groninger geworden. Al spreek ik het niet zo goed. Maar ik ben van die stad en van de omgeving gaan houden. En ik zou bijna zeggen, ik ga hier niet meer weg. Maar dat is niet helemaal waar. Maar ik ben wel een Noorderling geworden in die 40 jaar. Ja. En ja, muziek heeft altijd een centrale rol gespeeld in mijn leven. Dus dat is ook een bepaald een belangrijk onderdeel van. Hoe bedoel je dat dan? Want je bent leraar in Hollanderen ding, de muziek. Maar hoe staat dat centraal dan? Ja, nou ja, weet ik niet. Ik ben van kinds af aan al, het zal wel door de psalmversjes in de kerk zijn gekomen zo. En teugel. Maar muziek heb ik altijd mooi gevonden. Ik had een blokfluitje vroeger thuis. En, daar kon ik al Una Paloma Blanca kon ik daarop spelen. Donder. Oké, dat. Ja. En dan die triller. Ja, hou maar op. Ja. Dus ik denk dat mijn ouders daar ook gierend gek van werden. En toen op een gegeven moment ergens in de midden jaren 70, toen kwam er een orgel in huis. Mijn jongste zusje ging op orgelles. En nou, of ze dat nou echt leuk vond, weet ik niet. Maar die zat op les. En die moest dan verplichte liedjes instuderen en noten lezen. En ik kroop altijd achter dat elektronische orgelding met koptelefoon op. En ik zat de hele avond te spelen. Dus zo heb ik een beetje toetsen leren spelen. God. En ja, god, wat speelde ik dan van alles en nog wat. Ja, die is mijn herder en de rest. Wat zei je? De Heer is mijn herder en de rest. Nou, dat vooral dus niet. Maar nee. Ik liedjes van... god, ja, wat speel je? Oxygen van... Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Dat was toen een hitje en dat singeltje had ik gekocht. Dus dat kon ik op teugel spelen. En, ach ja, leuk. Hè? Mijn ouders visite. En dan, ach, ze speelden zo leuk. En dan moest eerst mijn zusje wat spelen. Ja, speel je ook een stukje. Nou, dan kwam ik weer met mijn repertoire. Dus ik stond al vroeg tussen de schuifdeuren, zeg maar. Ja, prachtig. Al hadden wij geen schuifdeuren thuis, maar de denkbeeldige schuifdeuren. Ja. En zagst u die zelf toen ook al als een... Nou ja, artiest is dan een groot woord. Maar zagst u die zelf ook met je alles van... Nou, ik word hier de nieuwe rock'n'roll, man. Nou ja, ik heb altijd gedacht... ik ben blij dat ik het niet gedaan had. Want anders dan had ik nou al op kerkhof geleefd, denk ik. Maar, maar er waren allerlei jongens in Elburg. Die speelden in bandjes en daar hing ik altijd omheen. En ja, de rock'n'roll speelden. En ja, dat zag ik altijd wel zitten. Alleen, ja, het heeft heel lang geduurd voordat ik eigenlijk in een bandje zat. Maar... Tja. Dat zal ook aan mijn techniek gelegen hebben. Is dat door de jaren ook een beetje verbeterd? Moest dat nog even een beetje, ja. Ja, in het begin kon ik 3 noten, nou kan ik ze alle 8. In verschillende volgordes. Ja, oké. Okay. Dus, maar ja, dat ben ik. En, ja, Anne-Jan, optimistisch persoon, denk ik. Ja, dat zo ken ik die ook wel. Het is altijd met de brede lach en ik hoor die nooit negatief. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. Ik ken nog wel eens een keer wat negatieve doel komen, maar dat draait toen en had hij geweldig om een positieve twist. Ja, dat hoort de show er wel in. Ja, en hoe kunnen mensen jou leren kennen? Wel is Jan Peter. Wel is Jan Peter. Nou, als ze zeggen van ja, ik wil hem leren kennen of ik wil hem herkennen, dat is vrij makkelijk. Want ik toren boven elke nooit hoe. Ik ben ruim 2 meter en dus mis kan me snel vinden. Toen word ik ook voor misbruikt bij concerten. Blijf doen maar stonden. Wat me voor wie stonden en ben dan wel bier voor die mis. Nou, maar
Maar, ik weet nog dat we met z'n tweeën bij de Stone stonden, bij Pinkpop. Ja. Dat er achter ons zo een meter of 10 vrij was. Er stond helemaal niemand meer. Nee, dat moest je voorstellen. Ik heb een van onze zeunen, die is ook rond 2 meter. En we zongen een concert gewoon en daar is een heel gat achter ons. Ja. En mis me natuurlijk nadig. Maar goed, dat is boekenkaart en binnenkaart zal ik nou helemaal toe liggen. Maar ik ben van 1965, dus nog een jong kerel, nog gewoon 60 jaar. En ik ben geboren in Zuideren en toen ben ik ook opgegroeid bij pa en moe en bij mijn zuster en twee broers. Ik was de jongste, kwam 10 jaar achteraan, een beetje het verwende mandje. En nou, dat zit ook nog wel een beetje in mijn gedrag, dat ik nog wel een beetje verwend gedrag kan vertonen, dat leer je nooit meer over. Nou ja, opgegroeid in Zuideren en ja, in tegenstelling tot die, ik was denk ik, joh, 6, 7 en daar wist ik al dat ik meester wil worden. Ik had een schaalbord gekregen van pa en moe op Sinterklaas, nou, van Sinterklaas dus. En ik had ook krijtjes bij en daar was mijn moeke aan beurt, want ik schreef sommetjes op of letters op en die moest dat oplossen. Maar ik wil meester worden. Nou ja, en dat ik had hij in de korbaard en ik moet zeggen dat mijn schooltijd, dat was nooit de mooiste florissante tijd in het maken van vordering, maar uiteindelijk kwam verstand een beetje in. En toen kwam ik zo woord ook op dezelfde lerarenopleiding als was toezast. Yeah. Nou, en voor de lustroos, nee, door hebben we in mijn koor, ja, misschien wel eens zijn, maar we hebben mijn koor door nooit kennen leren. Nee. Enfin, ik ben nu eigenlijk al tijdens die opleiding ben ik het leraar speelden gewoon. En ja, dat vond ik ook wel mooi. Dat heb ik ook 10 jaar gedaan. En in dat leraarwezen, door leerde ik een andere Jan van Apel ook kennen. Die werkte op Zulte School. Dat was daar nog het A-college. A-college. En in Vinkhoezen. Ja, en daar kwam Anne-Jan door mijn touw en die zei van, er is een schaalfeest en ja, de leerling moet maar down en leraren ook. Wie gewoon een bandje begonnen, dus ook meer, maar wat moet ik dan nou? Want ik speel gewoon blokfluit, oude paloma blanke, gewoon gitaar, gewoon drum, niks. Nou ja, dan moest ik maar wat zingen. Nou, ik ben door wie gewoon en ik moet zeggen, dat was reuze gezellig van het begin. Ik heb het podium nooit gehoord, want het feest ging niet door, maar beter was een betere zanger, meneer Pieter. Ja. En nou is dat bandje, is daar begonnen, Brandend Zand, dat was door de verpunking van het latje van Anneke Greunlo. En de grap ook ontstaan. Hè? Ja, dat is echt hoe de grap ontstaan. Tijdens de repetitie zo van, ik weet niet wie daarmee kwam met het nummer, maar zo van Brandend Zand. En toen gewoon met een enorm tempo en harde gitaar het nummer verkrachten. Ja. Dus ik denk ik sinds, hoe lang hebben we dat gedaan? 13 jaar of zo? Ja, 13 jaar. Ja. Is ook geen repetitie voorbij gegaan dat we het niet gespeeld hebben, denk ik. Nee. Zeker geen optreden. Nee, meerdere monden. En dat was ook mooi, hè. Hij een optreden had en dan ging in Durpkes als Nijhoven, voorin ook Vele Veen en zo maar op over stond. Dat ging mensen de kraal goed. En we hadden allemaal met elkaar zo doen en op en overal zon. Dat ging in de Durpkes in. Mooi, man. Brandend zand. Dus Brandend Zand, voor het eerst, omdat die andere zanger, die ging weer met stoppen. En daar kwam weer bij mij uit. En nou, dat was eerst een vreselijk wennen en leren. En uiteindelijk werd het al wat beter. Ik kreeg wat meer zelfvertrouwen. En de band groeide ook. En uiteindelijk hebben we er verschrikkelijk veel lol mee gehad. Ja, nogal. Dus dat is mijn muziekale kaart. Verder ben ik trouwd al, bijna 32 jaar. En we hebben zo'n 3 zonen en 2 schoondochters. En duurt nooit te lang meer. Dan komt eerst de kleinkind in ook al. Dus ja, dat is een beetje een smidje. Verder. Oh ja, tegenwoordig stok nooit meer voor de klas, door bit me stopt. Ik heb tien in de bankwereld zitten. En nou geef ik training. Dat doe ik op eigen norm in nooit bedrijfje. En dat geeft dus ook veel tijd om in je eigen ZZP'erschap om ook die wat te knusselen met podcast en muziek en clipjes. En dus dat zou ik even een tief verdrief zijn. Ja. Maar goed, Brandend Zand was ook onze eerste tv-debuut, hè? Ja, man. Ja. Verdoord. Dat is ook al heel wat jaren geleden. Dat is 2008, wel zeker. Was het 2008? Ja. Want we hadden natuurlijk dat nummer Brandend Zand. En toen was die brandstichterij daar in het zand. Ja. En toen belde jij op een gegeven moment op, appen konden we toen nog niet, zo van, we moeten daar eens wat mee doen. Toen heb je volgens mij in een achternamiddag die tekst ook geschreven. Ja.
En toen heb ik die oude, ik had nogal wat oude opnames uit de studio van het nummer. Toen hebben we dat opnieuw in elkaar gezet. Mm-hmm. En toen heb jij het gestuurd naar... Nee, gewoon door... Karel? Door, misschien, ik denk het, dat Karel Oosterhuis, dat degene was die het oppikte. Ja, ik denk dat het denk wel. Ik wel, ja. Ja. Dat was de eerste keer dat we op radio waren met het lijstje. Ja. Ja. Ik moet met mijn archief zoeken, maar als ik het interview kan vinden, dan monteer ik het hier even. Pliep, pliep. Dan doe ik het hier even tussen. Het zand, ja. Daar wou ik het even met u over hebben. En dan zeker over de band die eigenlijk niet meer bestaat, Brandend Zand. Ik heb aan de telefoon Jan-Peter, goedemiddag. Hey, goedemiddag Karel. Er zijn nu 19 branden geweest in het zand. En ik geloof dat... Maar dat was de eerste keer. Nee, het was niet de eerste keer de radio. De eerste keer was Jack Spijkerman. Oh, donder. Ja, landelijke radio. Landelijke radio. Man. Ja, landelijk debuut. Jack Spijkerman. Ja. De doos van half twee. De doos van half twee, ja. De goede oude doos. Ja. Ook voor de gein opgestuurd en dat opeens hoor je jezelf op de radio. Ja, ja. Even voor de lustroos wat jonger. Dat was een, Jack Spijkerman was een VARA-presentator op de radio toen, dat was Radio 3. En die hadden om half twee altijd de doos van half twee. En dan hoorde je deur kroken en dichtslaan. En dan kwam door iets heel bijzonders uit, heel bijzonder muziekje. En hij had dan gezegd van ja, maar ik wil gewoon in die deus, ik wil de mooie Nederlandstalige. Nou, hij zei het woord nooit, maar verkrachting hem van nummers. Nou ja, opsturen. Hey, daar ben ik goed in, ja. De verkrachting van nummers, dat was het probleem niet. Half twee. Ja. En ik kreeg iets heel bijzonders voor in de doos van half twee. Ik kreeg nog iets heel bijzonders. Voor je ligt een cd met één nummer van de band Brandend Zand. Ik vind het erg leuk in de doos van half twee. Luister. Ja, verdorie, we werden nog draaid ook op landelijke radio. Ja. Ja, dat was de eerste keer. Maar goed, Karel die pakte dat Brandend Zand bewerking Brand iets aan op. En daar hebben we in begin december, we hebben gebeld, of in het november. En daar zeiden ze van, ja, maar wie hem bij Noord, daar we een televisie opnomen van Grunniger van Tjoor. En door is een van de items, die we terugkijken naar Tjoor, en we al die branden van het zand waren erin. Kind je dat nummer ook speelde in de studio? Oh, hele kerel. Kind je dat nummer ook speelde? Zwaait op de kop. Oh, verschrikkelijk. Zo zenuwachtig. Dus we zeiden ja, en toen zaten we in de schminkroom en in Loder op het podium. Het was nog lastig ook, want dat was een week van tevoren of zo dat we dat hoorden. En onze drummer destijds, Tony, die was op vakantie in, die zat in Indonesië volgens mij. Hoor. Dus we moesten ook nog een drummer vinden die hem kon invallen. Ja. Dus, maar dat is allemaal gelukt. Het is allemaal gelukt. En nog steeds, de beelden ben er nog steeds. Jazeker. Ja, ze ben behoord blijven. Dus dat was de eerste keer. En ja, natuurlijk prachtige team met het halle brandend zand. Wat hebben we dan? Podium zijn, man. We hadden, hoogtepunten. Het was gewoon een lollig band. En we hadden vooral zelf veel lol in. Maar het publiek toch ook wel. Maar wat ik het meest bijzondere vond. Ik zat in die tijd ook in een ander bandje. Lost Limps. En onze zanger die kwam toen op een gegeven moment zo van... Radio Rebecca die heeft een wedstrijd en dan moet je een cover opsturen van de dijk. En als je wint, kom je in het voorprogramma. Oh, leuk. Ja, gaan we doen. En we repeteerden in Simplon. Dus wij repeteerden met, God, kan het niet alleen, dacht ik, hadden we ingestudeerd. Nou, opgestuurd. En dat vertel ik op een gegeven moment bij jullie gewoon op de Brandend Zand repetitieavond, de woensdagavond. En toen keken we elkaar aan zo van, ja, we hebben net, hoeveel cd's hebben we gemaakt? 4, hè, met Brandend Zand. Ja. Ja. We hebben die laatste cd, er staat ook een cover van de dijk. Zullen we die ook gewoon opsturen? Oh ja, laat maar doen. Je mocht officieel geen twee nummers opsturen, maar ja, het was een andere band. En toen wonnen we met Brandend Zand. Ja. Ik kan me nog herinneren dat Koen van de andere band, die was nog pissig ook zo. Wat vind je? Ja. Dus toen werd ik op een gegeven moment opgebeld op een achternamiddag Radio Rebecca van jullie hebben gewonnen, jullie mogen in het voorprogramma van de dijk. Nou, toen zat ik bij wijze van spreken al op het toilet, zo zenuwachtig was ik. Hij zegt van, over 10 minuten zit je in de uitzending en doe een beetje verbaasd alsof je het voor het eerst hoort. Nou, ik heb volgens mij eigenlijk nog net tijd om jullie te bellen. En toen zaten we in de uitzending en
toen kregen we een aantal nummers te horen van, nou, dit zijn de inzendingen. En moest ik zeggen wat ik daarvan vond. De eerste wat hij liet horen was het nummer van Los Lips. Geweldig. Ja. Ah. Ik zei, oh, nou ja, ik zei, dit vind ik toch ook wel aardig klinken. Oh shit. Maar goed, normaal stonden we voor, weet ik veel, 50 man in de kroeg. En nou opeens voor, wat was het, 1300 man of zo? Ja. Ja, ja, 1300 man in Steenwijk, in de Meente was dat. Ja. Man, wat op was dat. Dat ja, geweldig gezicht ook als je boem stond. Daar stond er zo'n enorme vrachtwagen van de dijk. Stond er, een grote zwarte vrachtwagen. Er stond een lullig busje van ons. Die stond er los. Ja, fantastisch, man. Ja, ja. We hadden ook bedong dat we een eigen kleedkamer wouden. Dus ja. Dat was ja, de gemeente, wat is dat, een gymzaal of zo? met een eigen kratje bier hadden we wel. Dat stond keurig klaar. Dus ja, ik vond het wel een belevenis. Want ja, was het ook. Ja, was als we in de kroeg stonden, het was altijd gesodemieten. Ik weer te hard of jij te zacht of die kon die niet horen. En, of dat werkte niet. En dan sta je opeens op dat podium van de dijk en dan alles werkte. Je kunt alles horen. En, ja, ik vond het fantastisch. Ja, was het ook. Dat is echt een super ervaring geweest. En ja, inderdaad, de volgende dag die oorknapper in de waterloopbaan. Ja. Zes man aan de baas, zo doen en op. En dan sta je te spelen. Nou ja, toen maar. Ja, ook leuk trouwens. Ook leuk. Ja, oh, ja. Dit is mooi. Dit is, ja. Maar is dat ook een beetje inspiratie voor jou, de dijk? Natuurlijk ken ik zo'n vraag over inspiratie verwachten. Die hebben daar aan 22 mensen gevraagd in de Latjestorvel. En toen heb ik ook over Noordacht. Eigenlijk ben ik nooit inspireerd muzikaal. Nee? Nee, om kijk, het klinkt heel stom, maar in feite was toen mijn inspiratie op muzikaal gebied. Oh. Doe heeft me toen neig voor Brandend Zand. En Doe heeft me eigenlijk over de streep introkken om over die bleuheid in te komen. En gewoon mee te doen en schreeuwt me in die microfoon een kop van goud. Maar ik heb nooit ook wat ideeën dat ik zelf een band of in een band aan de gang wil. En als ik dan al in een band aan de gang wil, dan kon ik het niet zeggen, ik ben geïnspireerd door dit of gene. Dat zorgt ervoor dat ik die muziek. En dat komt ook, zoveel eigen nummers hebben we dan niet gemaakt. Nee. We hebben allemaal covers. Dus of ik ben nooit geïnspireerd door muzikant, dat doe ik mijn inspiratie op muzikaal gebied. En om door mijn deur te gaan en om het leuk te hebben doorheen. En ik kan halve muziek mooi vinden. En dat wil ik wel doorhouden. Of daar wil ik wel wat mee doen. Dus dat is razend inspirerend. En als je nou kijkt naar de grunnige liedjes die we maken vanaf 2020. En ik kijk naar wat ik toen mooi vond. Kijk, mijn eerste kennismaking met grunningstolige muziek. Daar waren PRN's. Daar was ik op middelbare school. Daar was ik zelf nog leerling op de voorganger van het E-college. Dat was het Hunze college. En er waren PRN's. Dat was de eerste keer dat ik met grunnige muziek in haar opkwam. Oh, dat is ook wel mooi. Lekker rauw voor de bek. En mooi geven teksten. Mijn moekerstool. Dat vond ik mooi. En veel later, dat was al wel midden in de 90e jaren. Had ik kameroot Jan. Die zat in een bandje op Bavelt. En dat waren de boetenbandjes. Toen zat mijn kameroot Jan Kratje in. En dan gingen we door de optredens. En dan zag je de boetenbandjes met Aai van Bolhoes. En daar vond ik wel wat van. Maar omdat mijn kameroot er ook in zat, ging je doorheen. En dan zat je het bejaardenhuis met al die mensen van 80 plus. En dan zaten we er ook tussen te swingen. Maar ik begon dat te waarderen. En ik woonde in Olof. En in Nijhoven woonde Zijdse Scheringaar. En die speelde misschien daar ook al wel in alle provincie. Maar ook bij ons in Kraug. Dus toen kreeg toen het verlengstuk van PRN's. Bende van Bavlo Biel, Zijdse Scheringaar, de boetenbandjes. Sim Pommel was er in die tijd ook nog voorbij. Een gedichtman. Ja. En daar ging er nog een andere kameroot van mij, ook in de muziek, Jan Sleumer. En die begon touw met Toonbouw. Nou, en dat was eerst in Engels, maar die ging ook vrij snel over de Grunnings. Dus al met al ben dat wel mijn voorgangers, mijn ideeën, mijn misschien wel inspiraties geweest om in de Grunnings verder te gaan. Ja. En van lieve leed begon steeds meer. En de haallijn duurt voor de eerste LP in Oeza van Ede Stol. Ik ga daar nooit van die allemaal huur. En er zat een vrouw bij mij op grunnige toneel. Ze zei, Ede Stol is mooi. Wel, Ede Stol, nooit van huur. Nou, dan moest toen die LP eens metnemen uit de bibliotheek. Dat kon nog, hè, de fonotheek. Ja, de fonotheek. Nou, de LP met de fonotheek. Dan heb ik hem voor het kort. En ik vond dat hartstikke mooi. Ja. Ja, ik nooit bedacht. Ik zat gewoon in heel andere muziek te ruilen. Meer U2. En ik vond Electric Light Orchestra vond ik fantastisch. Ik vond halve muziek mooi. Misschien zelfs wel ABBA en alles erbij.
Maar nou, in die tijd ben ik wel meer geïnteresseerd in alles wat Grunnings was. En in Brandend Zand hebben we natuurlijk ook wat doen. We hebben door ook wel Grunningen nummers. Kijk, Brandend Zand was buiten het nummertje Brandend Zand natuurlijk een gimmick was. Maar toen we begonnen met Pieter als zanger was het eigenlijk alleen maar Engelstalig. Ja. Serieuze nummers en zo van Tom Waits en dat soort, soort serieuzige muziek. Wel mooi trouwens hoor. Maar toen jij zanger werd, toen zijn we ook vrij rap overgegaan naar veel meer Nederlandstalig en ook wel Groningstalig. Ja. Nou, Hello is natuurlijk nummers, dat is dat Hello is, ja. Maar wel dialect. Normaal. Ik ben natuurlijk Grunniger. Ja. Geboren in Toes. Mijn pa en moeder praten ook altijd Grunners. Ik doe dat nog. Ook tegen mijn kinderen, Alvolk en... Ze verstonden dat, als ik duidelijk genoeg proot, ik proot nog eens een keer binnensmonds, murmel. Maar als de kinderen mij dat verstonden. En ja, ik dreun volgens mij ook in het Grunnigs. En in een van de podcasts kwam er ook naar boven, dat je als je emotioneel wordt, dat je dan over gewoon het Hollands. Nou, ik vooral nooit. Ik word in mijn werk Engels en Nederlands proot. Maar als ik emotioneel word, dan kan er nogal wat Grunnigs doorkomen, het Groningisme. Ja, nee, want ik merk dat ook wel als we een keer een avond doorzakken of zo, dan... Nou, derde biertje, dan wordt dat zo'n Groningen. Hij moet voorzichtig worden. Nee, dat zijn mensen die luisteren naar de deurzaak. Oh, ze luisteren ook kinderen. Ja, dat ben ik nooit van meer waard. Nee, hè? Nee. Ja, vroeger, toen we doorzaakt. Ja. We hebben natuurlijk met z'n tweeën... hoe vaak zijn we naar de dijk geweest hier in Groningen? Want nou, we hebben meer dan 25 keer. Ja. Ja. Ja, dus toen zei ze, is de dijk die inspireert. Nou, dat is gewoon wel. Ik vond Huub, dat geweldige kerel. Als je door een keek, ja, en hij begon te veur te drogen. Of het nou solo was, met die Concordia Tour, of met die band. Ja. Ah, geweldig. En die muziek, ja, die was ook leuk. Maar het was vooral Huub natuurlijk, met zijn vuurdracht en zijn teksten en zijn benauwing van het publiek pak. Ja. En daarvan heb ik misschien wel gedacht van, ja, hij zit dan toch op het podium, dan moet het publiek ook beetpakken. En daar heb ik wel altijd mijn best voor doen als ik op het podium stond om dat publiek bij de strut te pakken. Ik vergeet nooit wie dat ik met Brandend Zand in Ten Boer zat. Was dat nog? Je rode tafelkleedjes. Oh, verschrikkelijk. Hoogpolige tafelkleedjes met die blamstukjes erop. En dus had gemiddelde leeftijd, ik denk dat het euro 60, 70 was. En wie zo had als wij nu, zat daar aan tafel. Ja, dat zat door een tafel. En die mensen die denken, oh, Brandend Zand, Anneke Groenhoven, gewoon leuk op je door Durf Soes in Ten Boer. Oh, en wie snaar die gitaar op, joh. Die blamstukjes, die valt van tafel. En die mensen die kropen onder die kleedjes. Er bleef niks van over. Ja, fantastisch. Oh, wie hurkens. Ja, maar dat is allemaal... Dat is allemaal wie moet nou over drie zijn. En doen wat volgens mij inspireert. Ik ken al wel zeggen, ja, Mick Jagger, Keith Richards. Maar wat zit er achter die qua muziek? Hè? Ja, dat is... nou ja, ik ben natuurlijk van huis uit een enorme Stones fan. Hoe oud was het? 1973, denk ik. Dus toen was ik... 11. Ik heb een iets oudere neef, Jaap. Jaap was, dat was een Stones fan. En ik logeerde wel eens bij mijn tante. En als Jaap er niet was, dan sloop ik naar zijn kamertje. En die had Sticky Fingers en Exile on Main Street van de Stones. En dan zo'n pick-upje waar je dan als deksel, zoals de boxen, zeg maar. De deksel, dat was dan de box. En dan zet je die plaat. En dat heeft me zo gegrepen. Dus vanaf dat moment ben ik Stones fan. En daar ben ik nog steeds. Ik vind het later... Dat griep me. Al kwam dat tot Oetendel. Iets griep me. Maar wat is dat? Hè? Wat gebeurde er natuurlijk? Ja, met name omdat ik speel natuurlijk op dat verrekte orgel. Maar ik had ook een gitaar. En blokfluit. En een blokfluit, ja. En... maar die gitaar, dat is natuurlijk als je weet ik veel, 11, 12, 13 jaar bent, zo'n gitaar, dat is natuurlijk een mooi instrument. En dan kocht ik de popfoto of de Muziek Express en dan zag ik Keith Richards met dat lange haar. En ach ja, die man die deed ook maar wat met drugs en drank en dat mocht eigenlijk niet. En dat spreek je natuurlijk aan. En dat hoor je ook gewoon, zeker in die twee LP's, hoor je dat ook gewoon terug. En wat me vooral, Keith Richards is niet meteen de beste gitarist van de wereld. Hè? Er zijn duizenden gitaristen die veel beter zijn. Mm-hmm. Maar als je het hebt over emotie leggen in een goede gitaarpartij, dat grijp je dan.
dat kon ik horen. En dat wou ik ook. Net zo slordig spelen als Keith Richards. Ja. Nou, als er iets is wat ik kan, dan is het slordig spelen. En dan moest je zo naar je hazen naar beneden. Het is ook best gauw, hoor. Maar gewoon die rommeligheid van die Stones, dat sprak me aan. En later ontwikkel je wat. Toen ik hier op de studentenflat in Groningen kwam wonen, op de Selwood Flats. Een kennis, Jan, die woonde daar. En dat was een jazzliefhebber. Mm-hmm. En zo ben ik in de jazzmuziek gerold. Ik ben een enorme Miles Davis-liefhebber. Maar als jong jongetje kocht ik ook al opeens van Kraftwerk. Dus ik ben een enorme alleseter. Mm-hmm. En kaartavondjes thuis met de familie. Dan zet ik met veel liefde in plaats van Jannes Last, zoals we hem in Elburg noemen. Jannes Last op. Hey, joh. Ik heb nog steeds Jannes Last op klompen, die heb ik hier nog steeds in de kast staan. Hey, maar heel anders wat dan James Last en inspiratie. Ik denk wel dat het wedstrijd in onze beide inspiratie voor drie zat. Toen ben je nog nooit op touw geweest, Frogleap. Ja, Frogleap. Ja, dat is. Kijk, dat is. Ik ben net afgelopen maandag. We nemen dit op wat is vandaag? 5 oktober. Ja, hè? Ja, gisteren was Dierendag. Afgelopen maandag ben ik speciaal naar Utrecht gereden voor Frogleap. En dan hoor ik de mensen al denken van Frogleap. Eigenlijk was dat ook een hele grote inspiratiebron voor Driefzand. Want ja. Frogleap is een Noor. En die heeft ooit eens een keer voor de gein het nummertje van Lady Gaga. Pokerface. Yes. Daar heeft hij een metal versie van gemaakt. Heeft hem afgelopen maandag nog gespeeld. En dat werd wereldwijd werd dat miljoenen keer bekeken. En die heeft, ik weet niet, eigenlijk misschien wel dezelfde beslissing genomen als wij toen met Driefzand. Zo van, dit is leuk, dit ga ik vaker doen. Ja. En die brengt elke week, en dat doet hij, ik denk al wel een jaar of 7, 8, elke week een cover uit van een bekend nummer. Dat kan van ABBA, dat kan van noem maar op. Ja, Pokémon. Ja, Pokémon thema of de Pink Panther of een of ander hitje van een band die ik niet ken. Maar elke week zo metal cover en dat doet hij al jaren. En in tegenstelling tot ons, hij kan er zeer ruim voor leven. Zo, echt wel. Want hij brengt het op vrijdag uit. Vrijdag om 5 uur komt dat online. En meestal als ik om 5 uur kijk, dan heeft hij al iets van 10.000 views of zo. Dus, maar dat heb ik hem getipt aan jou. Zo van, daar moet je eens naar luisteren. En toen kwamen we zo van, wij kunnen dat niet zo goed. Maar we kunnen wel een eindje in die richting komen. Ja, het gewoon de grap van het cover. Ja. En daar hadden we natuurlijk bij Brandt Sandal Doorn. Maar dan in combinatie met Mark Bordeaux nou zijn clipje bij. Ja, want hij maakt ook hele bijzondere clips. Ja. Ja. Dus. Ja. En allemaal vanuit de studio. En hij is pas vrij recent begonnen met echt live optreden. Ja. Dus ja, als je het hebt over inspiratie voor Driefzand, dan is dat toch wel de vriend Frogleap, denk ik. Ja, god, dat is ook de gein, tenminste vind ik altijd de gein van onze muziek. Zo. Hoe kun je het nou zo, dat klinkt een beetje raar, maar hoe kun je het nou zo lullig mogelijk nummer pakken en daar iets van maken met een bijzondere clip of zo. Mm-hmm. Want ja, dat knutselen we ook maar een beetje in elkaar natuurlijk. Ja, men mag daar allemaal, wie kent dat zelf geknutseld hebben, maar ik ben toch altijd, als ik weer terugkijk, dan denk ik, dan hebben we toch maar hem door, Mitchie Boy en als amateurs en Noors die waak, en dan denk ik, ik vind het nog nooit zo roer, vooral mijn rug. Maar we hebben ook, en wat ik al zei in intro, onze geweldige introductie van onszelf, dat we al zo'n 23 lijntjes kloor mocht hebben. Hij stond er nog zo kiekst, wat vind je de mooiste die we mocht hebben? Ja, de mooiste, dat is wel lastig hoor. Ik zat er zo over na te denken, zo van, ja. Kijk, die eerste was natuurlijk heel bijzonder, dat ABBA-nummertje. Ja. Gewoon omdat het meteen zo een beetje aandacht kreeg en zo. Van, geinig. Elk nummertje heeft al wat. Maar wat ik muzikaal toch nog wel tot nu toe een van de betere vind, is Align and Start. Mm-hmm. En
Dat komt ook omdat we... Kijk, we maken af en toe gebruik van gastmuzikant. Ja. Ik doe niet... Ik kan niet alles. Ik kan... Die eerste 3-4 nummertjes... dat zijn gewoon drums uit de computer, zeg maar. Die ik programmeer. En later liep me tegen Timo aan. Dat is een drummer. En die zei van... die nummertjes die jullie maken, die zijn wel leuk. Maar de drums, dat moet anders. Ja. Nou, die heeft aangeboden om dat af en toe eens in te drummen. Alleen in stad heeft hij ingedrumd. En daar moet een hele mooie gitaarsolo in. En als Keith Richards slordige gitarist... Ben ik wel een slaggitarist, maar niet echt een briljante solo-gitarist. Dus dan hebben we Dirk weer eens opgebeld uit Brandend Zand van vroeger. En Dirk is een hele goede solo-gitarist. En ja. Die speelt dan, met name bij Alain in Stad, heeft hij een geweldige solo ingespeeld. Ja. Ik vind zijn solo's eigenlijk over het algemeen lekker rock'n'roll. Maar deze, die flats die er echt, die past echt fantastisch in dat nummer. Ja. Dus, en als je dat combineert met die clip die we gemaakt hebben midden in de lockdown. We mochten eigenlijk de straat niet op, maar hebben we toch gedaan. Door die volledig lege stad lopen. En dat heb ik die clip ook zwart-wit gemaakt. Ik vind het wel sfeervol geheel. Ja, ik vind het ook echt een mooi nummer. Was toen zes die solo. En zeker de lange versie die op Spotify staat. Daar zit die echte solo in. Vind ik echt mooi. Het is overigens een cover van Niemand in de Stad, van de Dijk. Het komt weer de Dijk. Toch wel inspiratie. Maar die sfeer van die clip is al bijzonder. En ik als we terug gaan naar de Latjestoffel, dat Adel Veema zegt, er moet meer over Start Grunning zong worden. Nou, dit gaat over Start Grunning. En die beelden van die start, kijk maar even op YouTube. Dat is echt, ik vind dat ook fantastisch. En hoogtepunt is natuurlijk dat die olifant door de eerste rood gaat. Ja, dat is, hoe bedenk je het ook? En dat is weer... Dat was wel toeval. Liep niemand in de stad. Live. Die loopt er mooi uit en toen loopt met die camera en loopt er naar een olifant. Ja, dat is wel heel toevallig, ja. En al die rutten daar bij Minerva. Daar op enorm. Ja. 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 Mooi. Ja. Wat is jouw drievzand hoogtepunt? Ja, hoogtepunt. Ik vind al onze nummers, elke keer dat ze net uit ben, vind ik dat wel weer een hoogtepunt. En dan kan ik me wel betrust wezen. Van, goh, dat hebben we amateurs maar weer gemaakt. Al is dan ook een cover. Qua tekst en qua beleving en gevuil, om terug te kijken naar vrouwen, gewoon ik haal groot lust naar terug in tijd. Ja. Dat was de bewerking van Joost Nuizel, hè? Joost Nuizel, ja. Ja, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Ja. En door hem wie, denk ik ook, mooie cover van Max, die ons terugbrengt door de 80e jaren. Ik zie dat wie van die snurren op waren en door de stad ging en opgeruimd. En ik, Tim ben oma, omdat ik die tekst schreef. Over mijn jeugd in provincie. Op stap gewoon in Bibargen, Judeuren en 538 naar de Oezen en neem maar op. En als ik dat qua tekst, dan denk ik, dat was ik. En ik vond het wel mooi, een van de opmerkings, die mensen die schreef me op YouTube. Verrek deze tekst dat ik schreef kent. En dat vind ik een mooi compliment, want dat staat dus al dicht bij mis. Ja, dus terug in tijd vind ik nog steeds een heel lekker nummer om even in te verzoeken, zeg maar. We hebben toen opgezet als heel groot, groot project. Want we zouden popcore BSUR, waar onze ex-bassist in zingt. Die hadden we bereid gevonden om dat hele koorgedeelte te doen. Mm-hmm. En die dirigent die had ook arrangement gemaakt. Ja. We hadden de boel gepland voor opname met microfoons en de hele rimram. Toen kwam er weer zo'n verrekte lockdown overheen. Ja, man. Dus... Maar wel flexibel dat BSUR, hè, want toch een poor, die ging dat net als we tools deden voor de eigen microfoon inzingen. Dus er zit nog wel wat BSUR in. Maar ik zeg ons door nog, op die repetitie, er was dus zo'n kerkgebouw, dat we doorheen die kerk stonden en dat ze mooi tegen me zeiden, nou toch maar, zing maar de beveur. En dat was voor dikke. Dat was alleen dat ik op het podium in de kerk stond. En dan moest ik nog zingen ook. Dus ik kon nooit meer voor zingen in de kerk, maar ik moest op het podium zingen. Kerel. Nou, dat was wel even spannend. Maar ik vond dat wel mooi. En nou al dat koor dat begon te zingen, dat het opbouwd werd naar vijf of 5 stemmen. Oh, dan denk ik, wat is dit mooi nummertje, wat mooi met zingen. Ja, echt. Jammer dat het de eindproductie niet kon halen. Maar, nee. Ja. Ja. Ja, dus. Maar het is inderdaad ook, ik vind ook een melancholisch nummer. Mm-hmm. Gewoon lekker 80 Groningen. Ja, precies.
Nou, mijn jong, was nou dat we al die anderen ook een spelletje voor de koersen gehoord hebben? Ja, ja, ja. Word ik. Ja, dan, zullen we de tune erin gooien? Hebben we nog een tune, ja? Ja, we hebben een tune. Ja, ja, ja. Komt-ie. Ja, normaal doe ik het spelletje, maar we gaan het nou met z'n beiden doen, hè? Ja, maar. Ja. Omst die de beurten dan? Nou, we doen het even wat ik... Ik breek hem uit het script. Nee, ho. Ja, ja. Doe voice, ik ben lichtelijk met je... Ik heb wat autistische trekjes, hè? Daar heb je meer daarom... chauffeur bereid. Ja, ik dacht, ik ga je PSM hem op het verkeerde been zetten. Dus ik heb natuurlijk, woon ik al heel lang in Groningen, maar ik heb natuurlijk 22 afleveringen het soms toch ook wel moeilijk Gronings om de oren gehad. En ik moest Groningen teksten voorlezen met mijn Elburgse accent. Ik heb er ook wel wat van geleerd, maar ik ben natuurlijk geen Groninger. Nee. Ik kom uit Elburg, dus in Groningen hebben we de Caterlijn. En in Elburg hebben we de grote Toeboekop. De wie? De grote Toeboekop. Arend Toeboekop. Dat is een hele oude knakker. Hij is ergens in eind 1300 is die overleden. Het ligt begraven in Elburg in ieder geval. En hij was lid van, volgens mij, van de raad van... Van Gelre, geloof ik, in die tijd. Doet er niet zoveel toe. Maar hij ligt in Elburg begraven. En de oud-uitkundige vereniging in Elburg heet dan ook Arend Toeboekop. En daar ben ik natuurlijk al jaren lid van. En die hebben een heel mooi Gronings woordenboek, of een Elburgs woordenboek uitgebracht. Een beetje als de Katerlaan. En daar staan wat uitdrukkings in en wat Elburgse woorden. Dus daar wou ik een aantal van voorleggen. Kijken of je ze zou kunnen vertalen. Nou, lekker dan. Dit is wel even in het kader van de broide context van deze podcast. Het Neder-Saxisch. Neder-Saxisch, Elburgs is Neder-Saxisch. Ja. Randje Neder-Saxisch. Moet ik nou mijn hulplijn Henk Scholten inzetten. Maar ja, deze is nou net een buiten bereikwoord. Nou, toch maar dan, Elburgs. Ja, Elburgs. Kijk, mijn moeder zei wel eens van, het is weer blak. Het is weer blak. Ja, blak. Blak, gewoon blak. Blak, B-L-A-K. Het is weer blak. En daar moet ik wat van... Het is een Elburgse vissersdorp, hè, of stad moet ik zeggen natuurlijk. Vissersstadje. En het is een vissersterm. Het is weer blak. Nou ja, dat is meer vast. We gaan erin voor. Het is weer blak. Het is eb. Nee, had gekund. Nee, blak is windstil. Oh, ja, blak. Weer stil. Ja, het is weer blak. Zal ik je wat vertellen? Nou? In het boek van Simon Rekers staat het woord blak. En dat is bladstil. Bladstil, ja. Nou, dus Elburgs, het is gewoon Gronings, meer jongen. Het is gewoon Gronings. Het is toch beter Gronings dan ik. Dus blak is, woord dat boek bij haar heb. Ja. Daar staat... Gooi een punt. Nee. Niet voor de bokaal. Nee. Als ik van iemand zeg van, wat een windboele. Een windboele. Boele. Een windboele? Een windboele. Windboele, een opgeblozen persoon. En dan denk ik van, ben je een snakker of zo? Ja, snakker. Ja, klopt. Een opschepper. Oh ja, ja. Hij is soms een berde pist. Ben je een klein kind gedragen of zo? Nee. Je kent mij een beetje. Het kwam bij mij niet zo vaak voor. Maar als je nou echt extreem vroeg uit je bed bent... Dan... Wat doe je? Is die berenpist. Dan ben jij vroeg op. Is die berenpist. Maar is dat een typische Elburgs of typisch Moeken van Apeloos? Nou, mijn moeder heeft vroeger wel eens tegen me gezegd... Omdat ik altijd, als puber zeker... Maar ik heb er nog wel eens een handje van om zo tegen 12 en pas uit mijn bed te komen. Als ik vrij ben. En dat deed ik thuis natuurlijk ook. En, soms was ik er vroeg uit. Zei mijn moeder, is een berde pist. Ja. En ik zocht het hem op in dat toeboek op woordenboekje. Het staat er inderdaad in. Ja, zeg. Oké, is een berde pist. Nou, ik vind het wel een mooie titel van een nummer. Ja, ja. Berde pist. Ja.
Dus nou, voor de Elburgs... Dat heb ik gezegd. Ja, mooi een bedrijf. Dat is nooit best. Nee. Brand me los. Nou, ik doe het op dezelfde manier. Want ik doe het, als ik ergens in het script zit, blijf ik in het script. Dus ik heb drie geweldige, grunnige teksten voor jullie gekozen. Geweldig. En daar komt de eerste. De tovel leeg op het Zwilkenkraat. Op het Zwilkenkraat. Zwilkje ken ik. Zo'n plastic tafelkleedje. Als ik me niet vergis, heb ik hem zelfs voorgelezen aan een van onze gasten. Klopt dat? Oh, daar word ik me echt nooit meer te herinneren. Een beetje slitosie van Benul. Oh. Dat is wel de podcast. Ja, dat komt straks. Nee, ik zou het niet weten. Nee. De tovel leeg op Zwilkenkraat. Genoot. Oh, van Stol natuurlijk. Ja, van Stol. Ja. Tegenwoordig vertolkt door TikTok. TikTok, ja. Johannes. Ja, dat was Genoot. Op Zilkenkraat, ja. Van de genadende pelerij natuurlijk. Yep. Nou, jammer, Miel. Nou, de volgende. Mijn kop draait deur, mijn vingers trilden. Ja. Ja, zeg het maar. Ja. Ja, kom op, maar. Dit ken je, hoor. Ik ken het, hoor. De Muse, kom op. Mijn kop draait deur. Mijn vingers trillen. Ja. Nou snap ik pas wat al die gasten hadden als ik dat dan... Nou komt er achter. En dan dat mensen er allemaal wat. Nou, hou knap dat. Dat vooral. Ja, respect, hoor. Ja. En als het dan ook nog voorgelezen wordt in een soort namaak Gronings, doe mij. Maar, dat komt me bekend voor, maar ik kan er niet op komen. Het is wel mooi dat hij bekend voorkomt. Het is hoe de hilarische heer Gooi Zin van Driefzaad. Werkelijk? Ja. Oh, kieuw, ik nummer zo graag. Welke band? Oh, de Chloris. Ik geef hem ook een gratis. Nee, wat? Nee, dat wordt niet. Oh, natuurlijk. Ja. 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 God. Ja, nou, mooi bezig, jongen. Ik zag je de les voor de film. Ik denk, is dat van Duff of is dat van Edelstol? Edelstol. Jan Henk de Grote. Nee. Nee, dit zulke grote schrijvers ben je nog nooit. Maar, de laatste, ik hoop dat ze nog een puntje kiest. En dan kom er. Hij kan zoek maar zijn grote. Drukje met de pinzen plat. Ja, dat is van Dinges. Van Dinges. het is een geweldig nummer. Dat gaat over die... Dingetje. Mijn hintje, hè? Ik gaf ook wel zo'n hintje. Mijn hintje. Ja. Een koning van de rock en roll. Ja, precies. De koning van rock en roll. Hoe heet die man? De koning van rock. De king of rock. Was? Ja, de king of rock. Was? Ja. Wel was daar? Ja. Wie was de king? Ja, Elvis. Elvis. En die was koning van... Ja... De Bühne Mort en daar werd de ergens bij het Stadskanaal. Ja, van... van Harris natuurlijk. Zo. Nou, ik zal die volgende keer aanwoorden. Kwartpuntje. Ik vind het een mooi nummer, ja. Ja, nou ja, dat vond ik jammer ook, maar dat doe ik kissen niet. Ja. Nice. Dus ik heb wel een tip voor die, Janne. Misschien we houden nog eens een keer... Die lijst door. Die hele lange speullijst van... hoeveel uur is dat ook alweer, die speullijst? Ja, je kunt echt dagen achter elkaar draaien. Ja, bijzonder. En nog stonden ze er allemaal niet op, heb ik 2 weken geleden van heen gehoord. Nee, stonden er nog lang niet allemaal op. Een Duitser toch, die dat maakt? Ja, dat is een Duitser die playlist maakt. Was er nog een houder uit? Nee, dat weet ik niet meer. Nee. Jammer. Nou, ik zou hem zo kijken of ik hem vinden kan. Dat is wel mooi. Nou, deze heb ik ook wel eens gevraagd aan een andere gast. En, dat doe ik heel erg. Nou, dat weet ik niet meer. Ik weet ook niet meer aan wie we het gevraagd hebben. Maar dat doe ik altijd heel erg wijs van. Goh, kijk dat niet. Zo bekend. Dat niet hoor. Zo stom. En nou staat een hele grote mand en daar val ik dan door. Ja, gewoon een koelkast en gewoon een fles champagne. Allemaal van alles, net niks. Ja. Maar er is natuurlijk wel naar de grote prins. En er is die alle dikke beker die hier in Noosmi staat. De vonk komt, die golden beker. Dat is wel mooi. De grunnige latjes. Een fantastische beker. Ja. En daar gaan we weer uitreiken. En dat doen we op 18 november.
Op het GRN, GRN Festival in Ogenzaad, het Kielzog. Al dag is of alle middag is door alles te doen rond Grunningen, cultuur, tol, muziek. En dan ben je ook met Driesaad. En dan gewoon weer nog wat podcastje erbij opnemen. Dus wat doorbrander. Wat verschillende gasten. Ja, met wat verschillende mensen. Maar dan doen we ook de finale van ons spullagie. En door zitten Jan Sleumer van Toenboom zit in de finale. En Henk Scholten, natuurlijk, dat ken ik ook niet eens, die zit in finale. Ja. Jan Henk de Groot zit erin, want die heeft ook maximaal scoren. En Alex Vissering zit er ook in. Dus dat wordt een spannende wedstrijd, wel die Bokoor gaat winnen. Ja. Ja, het doet me heel zeer om dat ding voor te geven, maar verrekt het mooi, hè? Ja, zo mooi, hè? Oh, nee, joh, wat een ding. Maar past die achter in de auto dan, of hebben we een aanhanger? Ze hebben toch wel een busje, hoop ik, die artiesten. Oh ja, een busje, ja. Ja, dat maakt toch genoeg gewoon. Oh, wat mooi ding. Ik zal het missen. Maar wie hebben hem nooit verdiend? Het is nou juist, gewoon een finale plekje van ons. En bovendien deden wij mee buiten mededinging. Ja, voor dat alle is waar. Ja. Ja. Maar goed, nou, ook, ja, het was als zeker ik mee had moeten doen. Maar. Dit was de tune weer. En hartstikke mooi, man. Volgende item, dat is hits. Proten over hits. Hits? Ja, we hebben hits. We hebben geen hebben hits. Nee, we hebben geen hits. Nee. Maar, wel eng liedjes inmiddels. Schuiven kenneren naar de uvigheid. Ik kijk tv, omdat ik nooit slopen ken als zes. Zeunlicht. Zeunlicht, die is op YouTube meer dan 7000 keer bekeken. 7000 al, hè? Ja, ja, ja. 7000 is er voorbij. En nou, op Spotify runnen we nooit zo hard, maar er is ook om een bieden wat ik veel wat dikke 1000 of 2000. We zijn gewoon miljonairs als Birdie en wat anders. Ja. Maar wel mooi. En het is onze hoogste notering natuurlijk in Grunnige 1000. Onze week diarree. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ja. 178 stonden vorig jaar. Dus ja, ik ben benieuwd wat er dit jaar op terecht komt. Maar dat zonlicht, al eerlijk. Ik weet nog, toen kwam ze wel eens een keer met riedeltjes muziek. En dan zei ze, ik heb wel voor die ideenbox. En dan kwam ze met een riedeltje aan. Ik denk, die vind ik gek worden. Wat moet ik hier nou met? Maar. Ja, ik vond het wel mooi. Want we hadden toen het idee van, we moeten toch eens een keer een eigen nummer doen. Dat was 3 jaar. Dit nummer is eigenlijk al 3 jaar oud of zo. Hè? Dat denk ik. Tenminste, het eerste ideesel. Ja, het eerste ideesel. Ja, probeersels noem ik dat altijd. Ja. Ja, en toen zat ik op de Schelling in de winter, in de kerstvakantie, werd ik nog een paar van die gitaarriffjes gedaan, een stuk of 4 of zo. En toen was ik met de iPad aan het klooien en toen had ik daar een deuntje mee gemaakt. Ik denk, nou, die zet ik er ook bij, want ik vond hem zelf wel aardig. En toen weet ik nog dat jij diezelfde avond nog, of het volgende dag, dat weet ik niet meer, maar reageerde zo van, leuk met die gitaarriffjes. Maar dat laatste nummer, dat weet ik niet hoor, daar kan ik helemaal niks mee. Ik vond dat zo'n vreemd muziekje. En wat was er ook voor een instrument in? Dat is een optigon. Wat is dat? Ja, de Beatles die speelden in de jaren 60 voor het eerst met een melotron. En een melotron, dat was eigenlijk een soort sampler avant le lettre, om het maar het goed Gronings te zeggen. En dat was een soort orgel. En daar zaten allerlei cassettebandjes in. En als je dan toets indrukt, dan speelde dat cassettebandje zeg maar een stukje strijkers af. En dan, als je, nou, dan kon je zeg maar strijkers in je muziek, violen in je muziek brengen. Of gekke toetsetjes zaten er ook in. Dat was een melotron. En dat idee was eigenlijk gejat van een Zwitser, maar dat weet ik niet zeker. En die had een optigon. En dat was hetzelfde soort idee, maar dan met een, voor die tijd al heel, heel modern. Er gingen optische plaatjes in, een soort, ken je dat nog van vroeger, flexidiscs. Kocht je de Muziek Express en daar zaten zo'n fliebel singeltje bij. Die kon je bijna dubbel van. Zo. Ja. Ja. Oh. En dan, zoiets moet je voorstellen. En dan doorzichtig en dat was optisch. Dus eigenlijk ver voor de cd. Dus eigenlijk heel, heel moderne techniek. En dan kon je dus een plaatje in doen en daar zaten een heleboel prefab sampletjes, melodietjes zaten erin. Dat was een optigon. Nou, die instrumenten zijn allemaal niet te betalen en collectors items. Maar
in de iPad bouwen ze heel vaak synthesizers en dat soort vreemde instrumenten na. En die kun je dan, weet ik veel, ik heb dat appje gekocht voor, weet ik veel, 15 euro of zo. Hm. En daar heb je al die dingetjes gewoon in de iPad zitten. En daar was ik wat mee aan het klooien. En daar komt dat geluidje vandaan. Okay. Of een van die geluidjes. En het is bekend geworden door, en ik kan nooit op haar naam komen, die Nederlandse jazzachtige zangeres. God, hoe heet ze dat toch? Carol Emerald. Ja, Carol Emerald. Een van haar hitjes. Daar zitten ook van die sampletjes in, van die Optigon. Okay. Dus die had ik wat in elkaar geknutseld. En volgens mij zeiden jouw zoons die toen bij jou waren van, daar moet je wat mee doen. Nou, zoons is wel groot. In elk geval onze oudste. Die zit zelf natuurlijk ook in de muziek. Ja. Die hoorde dat. En die zei, ja, ik zei, maar dit is mooi. Dit is mooi. Ik keek hem aan. Het was een kwestie van, zeg maar net over die berenpist daar. Ja. Hij was wel vrouw. Ik dacht, nou, ja. Die is nog een beetje niet vergust erom. Nog niet hersteld. Maar hij zegt, doe mij dat even op mijn telefoon. En ik kroep even mijn bad en ik kom zo terug en ik schreef er een tekst op. Ja, zeker, joh. Ja. Dus hij met zijn koptelefoon op in bad en ik denk dat een half uur later zat er beneden en hij had een tekst geschreven in het Nederlands. Met zijn, ja. Hij proeft geen Grunnings, maar hij verstaat wel. Maar hij had een Nederlands tekst geschreven en dat heette De Neurie Kampioen. De Neurie Kampioen, dat was het, ja. Ja. En ik denk, ja, wat moet ik doen nog meer? Ik vind het melodietje al zo vreemd. Nou heb ik De Neurie Kampioen, ik haal daar niks meer. Maar dat hij mee zong had, kreeg ik al wel meer het idee van, hé, verrek, hier zit wel weer in. Hier zit wel weer in. En dan ben ik met zijn tekst, als leider hoort, ben ik aan de gang gewoon om dat om te zetten naar Grunnings. En dat is zijn lesgreep. En dat we hem voor de eerste keer opnomen, dan had ik ook zoiets van, verrek, jongen, maar dit komt bij me koor, dit is mooi, man. Ja. Tja, onvoorstelbaar. Ja. Ook redelijk nou, snel, maar wel ook redelijk snel voor elkaar. Ja, zeker. Dat vond ik ook. Doordat er een keer een tekst was, en toen was er natuurlijk al langer die baby, toen was het kloor. Het lijkt de zomer kloor. Nou, en toen hebben we nog de Schelling geweest om die clip op te nemen. Ja, legendarisch. Ja, legendarisch. Televisie te Schelling kwam, uitgebreid interview met Hessel. Oh, wat doet hij binnen hier op de Schelling te filmen? En, ja, mooi. Ja. En, nou, Robin, hè, onze oudste zoon, het film, maar de zit in die filmwereld, die heeft die clip maakt. Ja, dat is nog altijd de complimenten waard. Want dat is technisch gezien onze beste clip natuurlijk. Maar ja, dat is ook zijn vak. Ja. Ja. Nou, er komt, ik vind die eigen nummertjes, daar komt nog wel wat aan van ons. Ja, dat is wel mooi. Voor de laatste. Met één kikje geven. Ik ben wel druk bezig. En door heeft die podcast ook wel wat mee doen, hè? Ja. Ik werd wel geïnspireerd, hoor. Door verhalen van mensen. Van waar zo'n nummer nou vandaan komt. Dat kan van een kleinigheidje komen. Van een incidentje. Ik noem wel vaker als voorbeeld het verhaal van Bert Harders. Met dat uit de hand gelopen etentje in Amsterdam. Ja. En Jezus is geen Sinterklaas. Ja, dat hij dat dan zo met een aantal biertjes toch nog maar even achter op dat bierveldje geschreven heeft. En ja, god, daar bouw je dan zo'n nummer over omheen. Of gewoon kleinigheidjes zo van. Dan ontstaat zo'n nummer. Dat heeft me wel geïnspireerd. Maar wat ik eigenlijk bedoel, is dat die podcast je draait, die heeft ons natuurlijk in contact gebracht met half veel mensen. Ik had nooit verwacht, hoor, dat er zoveel mensen mits omdoen en er ook enthousiast over waren. Dus dat is alleen maar compliment naar die hele Grunningen muziekscene. Die had allemaal gezegd, ja, verrek, dat is leuk, dat wil je doen. Maar daar werd ook alweer proord over je moet toch echt met een producer zo maken. En er zijn verschillende normen naar voren komen. En ik denk dat we beide wel rook ben door een paar van die mannen die in die studio zaten van Dick in de fabriek. En dus vanuit die luidjestofel en wie contact opnam met Dick en wie ben door ook geweest. En daardoor hebben we wat gemaakt en dat heeft Dick verbouwd. En ik mag wel zeggen dat als dat goed komt, dan ben ik wel benieuwd dat door op reageert wordt. Vind ik wel al bijzonder. Ja. En wie laat dan naar je huur? Het is ook nog niet 100 punten, maar dat is wel bijzonder. En dat heb ik te danken aan Latjestoren. Ja, zeker. Want ik had eerlijk gezegd natuurlijk nog nooit van Dick Pomp of van de fabriek gehoord. Maar
Ja, via die podcast inderdaad. En ja, het is ook, dit nummer hadden we ook eigenlijk al een jaar of twee, drie in de kast liggen. Ja. Zo van met een tekst, zo van ja, het is wel leuk, maar we moeten er iets mee. Ja. Versie 1, versie 2, het wordt al beter. En dan laat je er iemand anders met een professioneel oor naar luisteren en die gaat ermee aan de slag. En voilà. Ja, voilà. Ook trouwens, maar dat wordt nooit te voortnemen, want straks is het de podcast van Museum. Maar ook hier is hij weer, maar die hadden eerst een tekst en dat refrein. Een refreintje, dat liep niet of zo. Nee. Had ik, ik denk, dat is zo'n bek voor woorden, dat wordt hem nooit, dat blijft niet hangen. En Fendt is maar eens weer de badkoebien dood hier. En mijn koptelefoon op en 20 minuten later had hij wat, waarvan ik ook weer dacht, ja, die tekst, daar kon ik nooit zoveel meer. Nee. Maar die melodie, die bleef me voor hangen. En grunnige tekst erop en kloor. Dus we gaan gewoon lekker deur. Hè? Dat is in ieder geval een ding wat zeker ik, is. Ik vind het ook wel leuk hoor. Ik bedoel, we gaan natuurlijk ook door met die gekke koffers. Maar zo af en toe een eigen nummer ertussendoor, dat vind ik toch ook wel grappig. Dus onze toekomst, daar zit wel goud. En we blijven ook gewoon Grunnings gewoon, hè? Ja. Hoe kijk je toen aan tegen die hele Grunningen popscene? Nou, ik vind het mooi. Ja, hè? Ja, ik vind het mooi. Ik moet zeggen, ik luister het ook. Zou je dat op basis van het spelletje niet zeggen? Maar, maar ik heb het toch heel vaak opstaan. Ik heb sowieso het hele zingen in je moerstaal, zeg maar. Of dat nou Limburgs is, of Elburgs, Zeeuws of Gronings. Dat vind ik net weer iets meer waarde dan echt in het Nederlands zingen. Ik bedoel, ik vind het goede doel en zo, dat vind ik ook allemaal prachtige muziek in de dijk natuurlijk. Maar ja, het is toch anders dan zingen in dialect. Ja. En ik heb met heel veel plezier geluisterd naar die podcast van Beukers, de Neder-Saxen. Ja. Het heeft wat. En zeker als je mensen hoort vertellen over ja, over die muziek. En Gronings heeft dan, daar kun je twee kanten mee op. Het heeft iets, je kunt er heel, heel mooi rond, ja, poëtisch-achtige teksten mee maken. Maar je kunt er ook heel rauw, heel rauw in naar voren komen. Ja. Het Fries heeft het ook wel, maar Gronings toch ook wel. Dat vind ik wel mooi. En die rauwheid, die mis ik wel eens in Nederlandstalige muziek. Mm-hmm. Achterhoeks, wat Henk Scholten zei dat geloof ik in de podcast, hè? Dat Achterhoeks, daar hebben ze veel meer van die Daldeen-bands, van die zware rockbands. En dat zie je dan weer niet in Groningen. Dat je echt van die feestenten zware rock'n'roll-bands hebt. Ik ken ze nooit, maar dat zegt nou alles. Hè? Want hoe kom je bij bekende grunnige muziek? Er zit natuurlijk ook nog een filter op, hè? Ja, dat is waar, ja. Wat, hoe kwam wie aan grunnige muziek? Nou ja, dat is het nieuwe grunnige muziek komt op mij, met name te luisteren door twee deuntjes van cent. En gewoon naar radio door. Ja. Waar hoor ik als grunnige muziek? En doordeur gooi je eens een keer een optreden van een grunnige artiest en gooi je kieken en vergruien door wat meer en vind dat mooi. Maar ik word daar wat eens in grun. Want ik denk dat dat filter, en dan heb ik maar in Radio Noord, want ik luister nooit al die lokale stationetjes. Dat filter, dat bepaalt wat we huren. Ja. Dus ik weet niet of ze er nooit ben. Ik zou het mooi vinden. Maar als toen nou de rauwe, daar heeft het over. Maar Hester, die hebben we nooit in de podcast aan. Maar die wordt een grunnige landjesfestival. Ja. Dat is wel net een baraas, hè? Ja. Dat bedoel ik nooit waar Hazes bent, maar die qua muziekstijl. Die hebben ook wel een mooie rauwe aan, hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar het is niet zeg maar. Het is, dat zou ik het meer alternatiever vinden dan echt rauw recht toe recht aan status quo rock of zo. Oh ja, ja, ja. Dat bedoel, ja precies. Dat is die Dalde normaal, ja. ruim toe. Ja, ja. Oké. Okay. Dus, ja, god, en er zijn, hoe heet de band ook alweer, met de knieën los in het hak, Stad. Ja. 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 Eigenlijk ook een heel, muzikaal gezien, alternatief nummer. Ja. Ja. Dat, wat me wel erg aanspreekt trouwens, een mooi nummer. Ja, mij ook. Ik vind het mooi. Ja. Dat is dan wel, maar dat komt dus door het filter Radio Noord heen, dus dat hoor je. Ja. En ja, de rest, ik word het nou. Misschien is er wel half wel
verborgen of verscholen talent. Of misschien wel talentloze, maar wel leuke bandjes. Die, ja. die wel steeds gewoon het grunnen zijn. Ik word het nog even. Ja, ik weet het dus niet. Laat maar horen, als je het voort stuurt, maar op met drie staan. En ja. Ja, moet er eens nog luisteren nog meer proberen. Nou ja, wat ik ook veel te weinig hoor. Het staat niet eens op Spotify trouwens, maar dat is Cole of Outen. Cole of Outen. Die hoorden voor het eerst bij Henk Scholten. Ja, echt geweldig. Dick van Breen, alias Dick Pol. Ja. Ja, ja, dat is een prachtig nummer. Prachtig ja. nummer. Ja. Ja. Maar haal eerlijk, want wie hebt er met al veel artiesten over gehad? Er zit wel een klein beetje miseer. Dat is het ook wel met de regionale televisie en radio. Ja, ja, ik heb ook wel eens in de podcast gezegd zo van... als je dan kijkt naar TV Friesland met het live programma en Radio Drenthe... Ja. Ik denk van, het zou echt zoveel geld kosten om zo'n programma te maken. Of zou dat niet in het idee passen van een concept van Radio Noord of zo? Ja, dat word ik ook. Maar ik snap me wat de beweging erachter is. Ik kan me nooit voorstellen dat het zo verschrikkelijk duur moet wezen. Dus ik, nou, dat erin is een programma Jammen. Ja. Daar kun je ook van alles van vinden. Maar dat is een jongen. Die proort, nou wat is het, 5 tot 10 minuten met een artiest. Ja. En daar zingt een luidje en er komt een clipje en er komt nog een concertagenda voorbij. En dat is in de kwartier is dat voorbij. Maar dan kan je toch niet wies maken dat je door van hier dan gewoon als je dat mag. Nee, als een omroep Drenthe dat kan en Friesland kan, dan wordt hem geen nood dat er nooit. Zei Bert Harris het niet in de podcast zo van dat ze vroeger voor Noord clips hadden ze toen. Hè? Ja. Dat die opnames, dat hij daar nog jaren gebruik van maakt. Dat kunnen die artiesten ook gewoon gebruiken. Hè, als clipje en als promotiemateriaal. En, ja. En mensen kijken ernaar. En, ja. Ja, ik heb, als er op mijn oin van Radio Noord luistert. Ik zeg hierbij, ik denk dat Anne-Jan en ik het vergeet zo dan willen. Ja, ja. En we hebben nooit zoveel eisen als we door in de studio een camera op een snuffert kriegen kennen, en we hebben een microfoon en we kennen door met een van de artiesten van Latje Stoffel op wel en ook maar een proten muziekje, even een clipje van een YouTuber op en ratapé. En dat alle weken ja, een concertagenda. Met een gitaartje live in de studio. Ja. Stel me zo voor dat Jan Henk dan langskomt en dan twee liedjes speelt. Klopt. En concertagenda er een bij van, nou leuk. Ja. Aankom vrijdag en door in dat dorpshuis door speelt artiest X en dan komt hij door. Dat is ook weer goud. Dan is er wat meer tam-tam voor die artiesten. En als die artiesten het goud hebben, meer muziek, is er meer cultuur en blijft er meer aanwas voor Groningen Tol. Wat belangrijk is, en loop eerlijk wezen, dat was ook ooit dat het zei, Noord kreeg er gewoon geld voor om een regionale zender te wezen. Ja, dat vind ik sowieso hoor, als je een regionale zender bent, of je nou in Limburg, Zeeland of Groningen zit, ja, dan moet je de cultuur en het gedoe in die provincie of die streek moet je naar voren brengen. Tuurlijk. En er is, we hebben het nou over muziek, maar er is natuurlijk nog zoveel meer in Groningen. Er ben ook Groningen schilders, bouwbeschrijvers, neem het maar op. Nou, die kennen ook in zo'n programma. En dan is dat nooit de latjes toven, muziek toven of wat ik veel wat. Maar dan is dat Groningen cultuur en de project met schrijver. En ja, maar toch maar, dat kan zo maar eenvoudig wezen. En nogmaals, door Huffen Noord nooit vieren. Nee. Geloof ik niet. Dat zijn keuzes. Dat zijn keuzes die je maakt. Ja. Maar datzelfde als met de expeditie Groningen. Mooi dat ze met zo'n busje de provincie gewoon. Maar er heurst ook al steeds meer en meer Engelstolige muziekjes onder dat als dat busje riet. En dan denk ik, waarom? Weer in de Groningen laas. Laat, daar hebben we de Groningen muziek eronder maar. Ja, soms ze kiezen die muziekjes wel uit. Soms past het ook wel hoor, er is een Engelstalig liedje eronder. Dus dat. Maar ja, ik bedoel, als je van A naar B rijdt en het is niet echt een aanleiding, dan zou je er een Groningstalig muziekje onder kunnen zetten. Ach, maar er zijn zoveel thema's in Gronings bezongen. Dan mocht je niet wie dat ze bij die thema's gewoon Groningen latjes vinden. Dat is ook een kwestie van, ik duid er een muiten voor. Ja. Ik zou het er even op. In plaats van, ik plak er maar weer een Uno Paloma Blanca of wat ik voor hem hoor. Om dan alleen weer deur te gaan met die blokfluit. Nee, maar ik denk, kom op man. Zet je pokkel even maar op die Groningen tol en cultuur en duid er even maar aan. Ja. Nou, ik vind het van meest. Dus Noord, bel ons maar op. Schrijf me een mailtje. Wie doet voor niks. En wie wil er wat moois van maken. En laten we het er maar eens over hebben. Maar er is, ik word op 100 punten zeker. Door is vroeg nog. Door gewoon mensen naar kijken en naar luisteren. En gewoon zo over praten. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja echt wel. En hebben we ook dilemma's? Oh, was het een dilemma? Ja, zeker. Dilemma's. Ik ja, dilemma's. Ja, tel maar. Ik heb al wat dilemma's voor die mail. Ja, tel maar.
Oh, het zijn maar, de dilemma's. De dilemma's. Daar komt er. Ik vuil mijn Elburger, ik vuil mijn Grunninger. Oeh, ja, ik ben natuurlijk je moet ja, nee zeggen. Nee, het was ooit van de bar. Ja, Groninger, ja. Toen vuist die Grunninger. Ja. Mooi, man. Mooi. Driefzaad, is een blif van studio bent of Driefzaad moet toch nog een keer het podium op? Ja, niet mijn dilemma spikken. Oh! Hebben we door zomer dilemma. Ja. Ja, kijk. Lastig hoor. Mag er later nog op terugkomen, hè? Laten we het toch gewoon even over hebben. Misschien moet dat aan het einde van de uitzending, de studio, de Lusteros vroeg geweest. Wat wil je? Blijf vooral toes in de studio. Ja. Blijf lekker toes. Dan hebben we nooit dat gezoes. Ja, precies. Moet je toch nog maar een keer in Durfsus van zijn boer kijken of je de kleintjes ja. Nou, nog weer in beweging. Maar laat me staan. En dan heb ik nog een laatste voor die. Een half uurtje luisteren door een oorlog Dik voor mekaar show. Dik voor mekaar show. Ja. Of een half uurtje luisteren door altijd wat anders. Altijd wat anders, ja. Nou ja, ik met alle respect voor altijd wat anders. Maar ik Dik voor mekaar, dat is toch wel legendarisch. Ja. Oké, Dik voor mekaar show. Maar ik heb daar een speciaal voor over, want we hebben er natuurlijk altijd wel wat lol om. Wie beiden maar verrekte grog en bloesten door dat altijd wat anders. Bij ons thuis is het meest hier om eten stiep, maar dan dat wil meestal wel even vertellen. En dan denk ik, hoe neem stil maar, wat heb die Grunningers in de achtergrond? Maar hem lekker schelden en raken op alles wat er in die wereld gebeurt. Ja, precies. Een prachtige versprekings. Ja, mooi. Ja. Vandaag gaan we gedoe over Prins Bernhard natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Daar ben ik ook snel over het proor. Maar ja, maar Dik voor mekaar show, door hebben we elkaar ook niet vonden. Hè. Dat is ook wel waar we beiden wel hartstikke. Ja, dat is zo legendarisch. Dat is dat kun je ook maar blijven luisteren. Dat, ja. Tenminste, een heleboel mensen, als ik dat aan mijn vrouw laat horen, die wordt hartstikke zenuwachtig van ze. Shut out dat geschreeuw. Maar ja, ik vind het prachtig. Heerlijk humor. Ja. Ja. Nou, ik was dat ik toen ik een jaar of ik denk 13 was, zat ik met mijn Jan Henk de Groot dubbel cassette dek. Zat ik in de caravan, en dat toen moest ik zitten, omdat ik had een beetje verklootje op schaal. En mijn pa die zei: nou, blijf toen alles in mijn bin. We hadden vakantie in die caravan en dan moest de hoes wat, maar alles in mijn deur. De klootzak dat toen zitten bleef best. Nou, dat was mijn straf. Maar ik was natuurlijk met de verrekte hoeswagen gegaan. En ik had mijn dubbel cassette dek met. En toen heb ik alle Dik voor mekaar shows alleen nog ingesproken en opgenomen. Met dubt met cassettebandjes. En dan laat ik dat in mijn zwolger. In de auto zat en die lachten zich heel wat kriek. Om die flauwe kuur die ik door iemand kon bakken. Ik vond dat zo mooi om te doen. Je hebt die bandjes niet meer, denk ik. Hè? Nee. Zonde. Ja, dat is echt jammer, ja. Dan moest hij voorstellen dat zo'n Lutje Beunzel die stem van Omi ook hoorde. Hè? Ja. En dat touw vond ik dan al waard. Maar dan heb je nog goede kracht in de stem natuurlijk. Maar dat is wel gek. Toen begon ze ook over inspiratie in vrouwen. Dat ik zei van, ik woon nou in een bandje. Ik denk dat ik op diezelfde leeftijd, jaar of 12, 13 had, die zei, ik gewoon ooit gewoon nog eens een keer in een popbandje. En dat wordt JP in the Moonshine Band. JP in the Moonshine Band. Ja, of gelijk van Casey in the Sunshine Band natuurlijk. Want ik ga boven mijn slop komen, mijn pick-up natuurlijk. Mijn zuurverdooide stereotoren met mooie boksen. En daar hebben we nog geen last van eerdbabes. Maar onze huis, we scheurden in de muur de familie. En de muziek zo allermacht als de haar draait. En dan had je die mooie LP-hoesen. Toen stond nou die teksten ook nog mooiste die daarbij, die bandhoesen. En daar had ik de vuur, die stond op mijn bureau. En dan had ik een paar emmers staan. En dan had ik een dikke potloden en dan deed ik net of ik drummer was. En dan stond ik die latjes van die teksten door in mijn slopkommetje haar met te bedoelen. En ik zag mezelf als grootartiest. Toen stond ik op mijn slopkommetje. Hoi, wat een boezeming dit. Maar het was Het is gelukt, Driefzaad, wereldband. Ja, we sprongen vooruit. Ja, het is ook zo dat het publiek is daar in mijn slopkommer. Maar dilemma's. Dilemma's. En ooit die moet nog verder uitkouden. Ja, want ik had als dilemma voor jou op podium of in een clip. Maar dat is hetzelfde natuurlijk. Ja, precies. Ja. Nou, kennen we wat van zeggen, Anne-Jan. Ja. Onze laatste clip opa. Die schreef me omdat ik met daar opa hoop te worden. Daar ben ik met mijn jongste zoon
een filmpje maken gewoon. En door, hier in Durp, en wie, ik woon in Appelscha. En door hebben we een openluchttheater. En door heb ik optreden voor een lege openluchttheater. Dus zijn gewoon mee eens. Maar toen kroop ik wel het podium erop. En ik had een microfoon neerzet. En ik stond door. En ik denk, verdorie jongens. Als je dit nummer toch nog eens weer live kon doen. Vanaf dat moment heb ik wel meer zoiets van, nou, misschien moet ik nog eens een keer proberen. Ja, dus niks leuker dan op het podium staan natuurlijk. God, dat hebben we ook jaren gedaan. Hè. Met Na Brandend Zand heb ik dat met nog een paar bandjes gedaan. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar het probleem is, maar ik bedoel, we knutselen dat in de studio in elkaar. Hè. En als het moeilijk wordt, vragen we Dirk. Nou, Dirk die wil live misschien ook wel meespelen. Ja, Dirk wel. Hè, dat is echt. Ja, precies. Maar ja, en dan maar al die toetsenpartijtjes en al die tweede stemmetjes, dat knutsel ik hier in die studio in elkaar. Dus als je dat live wil brengen, dan moet je eigenlijk wel een goede band hebben. Dus misschien kunnen we wel een oproep doen aan de luisteraars. Of een keer gewoon voor de gein een goede band. Ja, ik ben voor. Maar niet structureel, hè? Niet een band voor de komende 10 jaar, maar... Het lijkt me wel eens een keer leuk om, ergens in een dorpshuis hoes gewoon eens een keer 23 liedjes of nou, laten we de 15 leukste nemen te spelen. Ja. Dat wel. Nou, ja. Ik ben ook wel tevreden met 5. Als je dat met een band, met een andere band kan doen en zeggen van nou, je doet met 3 artiesten en er is één band, de Stadtevuur, en die speelt de liedjes van artiest A, B en Driefzaad. Ja. Dat je mooi op naar het publiek kan geven. Ik weet nooit gelijk de hoofdact te worden. Nee. Leek me mooi, dus nou, misschien een mooie oproep. Ja, ik zeg ja. Maar ik vind het wel mooi als gitarist dat ik dan Dirk erbij heb. Dirk doet wel mee. Dus A. Krom heeft keurig de bocht. Die zegt dus misschien een drummer. Ja, Dirk op gitaar, gitaar. Bassist hebben we nodig. Ja. En dan een beetje Jurgel speelt een keer. Een beetje synthesizerij. Ja. Is dat het Gronings woord? Synthesizerij? Ik heb woordbouw hier liggen, maar ik kan het nooit eens uit. Nee, dat is gewoon Gronings woord. Nee. Maar geeft niks. Dus doe ook wel, ik ook wel. Nou, ja. Wel wat er boven komt. Wel wat. Ja. Hey, kom eens door met meer dilemma's. Hè. Podcast of een liedje? Liedje. Een latje, ja. Ja, die podcast, ik vond het hartstikke mooi. Ik moet zeggen dat het pens van waak, maar ik vond het wel mooi. Zeker ook omdat je halve mensen leren kennen. Ja. En ik luisterde er met veel personen door terug. En de reacties die we kregen zijn positief en enthousiast. Nou ja, dat is mooi. Ja. Maar latje maken vind ik het mooiste. Ja, precies. Daarom zijn we ook begonnen. We zijn geen podcastmakers. Maar, nee, daar stoppen we ook meer. Hè? Dus wat ik al zei, we gaan in op het Groenfestival en dit is Dongen. Laatje Stoffel deel 2 komt niet volgend jaar of zo. Dat doen we niet. Nee. Begrijp dat verlusteren was natuurlijk. Nou, als het een teleurstelling is. Ja. Misschien moeten we een pauzemoment geven om door van bied te komen. Maar elke zondag om 12 uur klaar zitten en dan... Ja, dan de laatste straks. Ja. En hey, de dijk of van de Lubbe Solo? Goh, dat is een misselijke. Oh, de dijk. Live, de dijk, ja. Oploord, Huub van de Lubbe. Ja? Ja. Oké. Okay, ik vind die cd's die die man solo maakt, textueel, wat ik al eerder zei, qua vuurdracht, dat vind ik zo verrekte mooi. Het Concordia-album van Huub van de Lubbe. Ik ken nooit veel teksten op mijn kop, dat wist je hoe. Maar die ken ik hoorst letterlijk op mijn kop. En het mooie vind ik, ik draai hem zo voor in auto. Ook onze jongens kennen al die liedjes. En dat zit hem in ja, de manier, de manier zoals hij dat vertelt, zingt, vuurdraagt. Ja, als Albert Ploort vind ik Huub van de Lubbe nog mooier dan de dijk. Ja, ja oké. Okay. Ja, ik heb dat niet hoor. Ik vind, de dijk is natuurlijk ook voor een groot deel Huub van de Lubbe. Maar muzikaal, dat knetterende band erachter, live zeker. Maar op plaat ook hoor, met die blazers. En ik vind dat wel geweldig. Live vind ik het echt super. Geweldig. En ik vind het doodzonde dat ze nooit meer komen. Misten we ons jaarlijkse feestje. Ja. En B, qua beleving met die jongens. Ja, fantastisch.
Ja, het is, maar goed, ik snap het ook wel hoor, dat je, god, hoe lang hebben ze dat gedaan? Nou, vader, joh. Ja, dat ze, dan ben je er op een gegeven moment ook wel klaar mee. Maar de, ja, god, de mensen die willen natuurlijk gewoon, net als met de Stones, hè, die moeten ook, die man zijn 80. Ja. Ja, vind ik wel mooi trouwens, hè, dat hij nog wel weer met een album kwam. En dan ook dat die najaartiesten, maar ook de songmaking met Bill Wyman nog weer en Paul McCartney. Dat is wel mooi, hè? Ja, zeg, ik vond dat eerste singeltje van de Stones, waar ze mee kwamen een paar weken geleden, dat weet ik dan niet. Maar er is inmiddels een tweede singeltje uit en dat is toch wel weer een geweldig nummer. Ja, dat vind ik. Nou, maar jong, die mensen die denken, nou, maar we willen die mensen ons nog vertellen. Nou, wie hebben nog wel... Een mooie oorsluiter, denk ik. Ja, ja. Want we hebben al die gasten die we hadden, die hebben gevraagd naar zo'n uitdrukking. En daar heb ik me werkelijk soms een breuk om gelacht. Prachtige Groningen woorden of uitdrukkings. Nou, trouwens, waar is het om lachen? Nou, ik vond die van Olaf Vos, ik trap die een kroket dwaas in de bek. Dat vond ik toch wel een geweldige. Ja, en ook gewoon dat je op een gegeven moment ook weer woorden tegenkomt. Dat moet ik hem kijken, wie zei dat ook weer? Baba Goeten. Harry Nieuwhof. Ja, dat vond ik wel grappig, want ik heb het vanavond nog weer even opgezocht in dat Elburgse woordenboek. Ik zei het toen ook al in de podcast. Mijn vader zei het vroeger ook, babbelen goegies. Ja. En het Elburgs is babbelen goegies. Ik heb geen idee waar het woord vandaan komt. Babbel, praatjesmakerij, maar babbelen goegies, babbelen goeden. Dus dat vind ik dan ook wel weer verrassend dat er zoiets naar voren komt. Mm-hmm. Dus en dan Peerinus. Volgens mij zei hij dat halverwege dat spelletje. Toen liep ik wat vast in het voorlezen. En dan knalt hij er opeens Fibula Quinten. Fibula Quinten. Fibula Quinten. Daar had ik nog nooit van gehoord. Oké. Okay. Dus dat vond ik mooi, al die uitdrukkings. Ja, vond ik ook hoor. En wie hebben ze dat natuurlijk vroeg zo, hoe dat gaat en zo. Van, ja, bedenk nou eens een mooi Groningen woord en daar nog een keer een latje moet komen. En dan gewoon wie ons stinkende best doen om er één latje van te maken. Ja. 22 van die uitdrukkings. En inclusief, ik heb dat opgezocht in het woordenboek. Het is het officieel, want wie hebben de Baba Goeten gemaakt, omdat Harry Nieuwhof ons dat zo meegaf. Ja. Het komt altijd bij Bertien Paas, hè. Officieel in het Groningen woordenboek staat babbelen guggies. Babbelen guggies, okay. Babbelen guggies, ja. Grappen. Ja. Ja, nou ja, we kregen Baba Goeten deur en daar hebben we vervaakt. Net als, nou ja, doen we dus net Fibula Quinten van PNN's, maar PNN natuurlijk ook een geweldig woord, neuksel. Neuksel, Wie Frank den Hollander dacht dat het meuksel met drijpoot was, maar nee, het was echt met twijpoot, neuksel. Nou ja, daar was toen geconfronteerd met zoveel woorden, waarbij je ooit zegt, ja, het moet een romantisch liedje wezen, misschien een beetje over start gewoon, en snoetje knoffel, en ik weet niet wat er voorbij kwam, en een neuksel. Pienekeutel. Ja, pienekeutel, en kroketdwaas in de nek, ja, maar... Bek, ja. Oh, ja, nek, bek, is ook zo, ik zeg al nek, maar het is bek. Het is, maar het is lukt, hè? Ja, het is gelukt, ja, ik... Ik moet zeggen, je bent de tekstschrijver, pet je af. Want we hebben het een keer uit de gein gezegd, het was eruit voordat we er erg in hadden, maakten wij een liedje van. Ja. Toen dacht ik al, oh god, waar moet het heen? Maar het is wel gelukt. Ja, echt. En ik moet zeggen, ik ben er nog wel trots op ook. Ik vind het een mooi liedje geworden. Nou, ik ook. Ik vind echt een mooi liedje geworden. Het is stom van jezelf te zeggen. Maar ik zeg dit ook omdat ik natuurlijk een zeer beperkt gezelschap dat liedje heb laten horen. Maar het mooiste vind ik dat de jongste die het hoorde, deze is 23, met onze jongste zoon. Die zei, pa, dit is jouw mooiste liedje. En dat zegt onze middelste zoon ook trouwens van 26. Oh. Dit is gewoon een mooi zong. En dit gaat ergens over. Dit is mooi. En dan denk ik, dit gaat ergens over. Dit is een piepenkool geroop zootje. En wie ben zover komt dat het dus blijkbaar ergens over gaat. En nou, doe is er ook, ik moet zeggen, een fantastisch mooi passend. Ik vind het gewoon een Gronings melodietje bij Max. Ja. Ja, ik ben trots op wat we ervan gemaakt hebben. En ik ben ontzettend dankbaar aan al die mensen die gekke woorden gegeven hebben. En het is een latje worden, kunnen we nou wel zeggen, hè? We hebben gewoon hem zo laten leuren. En dat hoort het theater van mijn jeugd. Dat was ook een van de uitspraken van, als ik me nooit vergis, was het theater van mijn jeugd, was van Harm te Bak, hè? Van te Bak, ja. Theater van mijn jeugd. En dat is het ook worden. En het is een heel abstract nummer in feite, hè? Want het, wat moet je ervan maken? Dus, Jorm is de hoes.
Ja, tekst is abstract. Maar ja, als je erover nadenkt. Ja, ik heb hem natuurlijk ook wel heel vaak gehoord. Nou, maar zo abstract is hij eigenlijk ook niet. Maar je kunt er wel alle kanten mee op. De een zal er dit in horen, de ander dat. En er zijn ongetwijfeld ook mensen die zullen denken van, nou, wat is dit? Ja, nee, maar dat is ook, als je dat zo op die hof huis komt en de huis dat eenmaal. Ja, dan is het net Mondriaan. Hè? Daarom is onze hoes, die ligt ook op Mondriaan schilderij. Er loopt zo'n schilderij van Mondriaan voorbij en doe zicht er wat in of doe zicht er niks in. En als je er wat in zicht, dan zegt de een die zegt ik zicht dat en de ander zegt dat. Als je er niks in zicht, dat is een keer lust en loopt er aan voorbij en denkt ik wil het nooit weer doen. Ja. Dit laat je ook. Dus tenminste, als je straks gewoon lust, dan kun je denken ja, nou, dat wordt nooit. Dat raakt me nooit. Lust hem er nog eens een keer en kijk hem op YouTube. Maar op YouTube staat in de beschrijving ook een Nederlandse vertoning, niet rechtstreeks, maar wat het zo kan betekenen. En dan is het. Een richting, ook niet meer dan een richting. Nee, meer dan een richting. En dan zou je kunnen denken dat het een soort van biografisch, autobiografisch verhaal is van mij. Nou, sommige dingen wel, want ik zing over Jureden en Olof, hoe ik woonde. Ja. Maar er stonden ook stukken in dat klap van geen kaart. Maar dat geeft niks. Het verhaal op zich, het theater van mijn jeugd. Ik ben er trots op. En ik wil alle mensen ontzettend bedanken voor die geweldige kreet die ze ons gegeven hebben met die uitdaging. En ik zou wel eens van al onze 22 gasten willen doen. Waar vind je de faan? Ja. Ja, waar vind je de faan? Stuur een briefkaart naar Driefzaad. Postbus 51. Ja. Ja, ja, zomers laten we het naar jou, jong. Ja, we laten hem horen en dan sluiten we hem ook af. Ja, dan is het doorn. Dan heb je weer een mooie zonbaking gehad. Ja, ik heb het trots op wezen. Ik denk dat we een mooi stukje Groningen cultuurzomvaar hebben. En dat blijft voor altijd op Spotify en YouTube staan. Ja, precies. Dus, en dan het volgende liedje na de theater van mijn jeugd is ook al kloor. Mm-hmm. En dat komt, weet ik niet, daarna uit. Laat ik de datum noemen. Ja. Maar even kijken hoe dit ontvangen wordt. Nou, alle mensen die meedoen hebben aan de Lightjes Tovel. Ik ga ze nou helpen met name. Nee. Maar ontzettend bedankt. En ook een dikke dank aan alle mensen die luisteren hem via Spotify of ons YouTube kanaaltje. Veel, en ook 2500 kliks. Ja, bijna 3000 inmiddels. Ja, dat gaat wel duur. 3000 kliks. En dat is voor ons dan is dat veel. Dus zegt het voort. Het is een blijvend document. Laten we trots wezen op de Groninger tol, op de Groninger cultuur en vanuit deze Lightjes Tovel op Groninger muziek. Nog lang deur gewoon. Voor wel dan ook, als jij ideeën hebt, gewoon down. Luisteroos, wie knut er hier naar? Bedankt. Hartstikke bedankt. En wie sluit nog zoals altijd? Met het Lightje. Mooi. Ik aan mijn jeugd weer omdenk. Fine in de zandbak, kwasse mich om malu zuren. Opgruid ging in de wink, mijn tijd verkon je met groot gemak. Ooit over twijt was alweer mijn. Gaf roepte in gedachten. Tussen zaden en maart niet, puberteit was ooit op mij. Lijk op leuk zo wachten, ik was schroefje loerde langs de lijn. Tweede viola was mijn stem. Muziek, lijntjes in mijn kop, ik kleur. Theater van mijn jeugd, nog ooit liep door zich van beroep. Ik draai aan volume knop en moord, lijkt naar alles terug. Mijn lijntjes toven bij je brug. Een romantisch zonje knoffel in het park. Met een fine. Ach, dat was gewoon waak. Ha, we zouden bieden.
In Olof kwam ik op kloten. Serieus, gooi maar me goed. Ha, ik was een mazzelschieter. Schip met zure appels. Hebben we ook wel voor zijn. In een hart een grote deel. Keurelbabels, zo weten te moord nou nooit alleen. Meer echte life, de ren je het wel. Muziek, je moet hier over. Ik fiepel en kwim van links naar rechts. Als tovel langs de deur de toon. Was in die bek als toe, wat vindst van deze tekst? De luidjes toch wel eerst verloren.